Meer dan 3000 man kwamen nou op het klapstuk in de eerste klasse E. In de Harkema hier het hele dorp al de hele week op een kop stingen. Qua ambiance binnen de Harkieten kleer voor de haardklasse, maar het mat op het veld barren. En hoe het weer de klap oankwam in Snits, waar Elsen en al met de champagne kleers die je vlinder wikken. Harkema's boys in het Grientje en ONS in het vertrouwde Oranje. De eerste kans is van de Harkieten. Frans van Dam kan ingriepen. Maar het weer ONS wordt de betere kansen hier. Deze kopbal van Johan Zuid geeft maar correct naast. Goeie redding. En de onval van ONS gaat een trok. Achter me kwam. Erik Overzet, zijn inzet werd keert. En dan deze actie. Gerard Veenstra geeft vierste hut in op Johan Zuid. En dat is een zwier overtreding. Hij kreeg geen kaart. De vrije trap dan van Martin Speelman. Keeper Jan Wiebe Dijkstra, hij weer net te passeren de eerste helft. Dan op een Eide Harkema. Je de oertreding op Appie Jaarsma en die had er last van. Het publiek weer trouwens opvallend positief. De week in wanklank te jaren. Tussen de vrije trap nam. En dan is het 1-0. De trochkobal is van Henk Veenstra en Alexander Kuik neemt hem vol op een breef en zet Harkema's boys op voorsprong. 1-0 binnen 10 minuten. De week in redden over Klaas ten Hoeven. ONS dan weer. Robert Hedder. Die komt dan tot een voorzet. En Jos Petersen, die komt maar correct door. Hij weer net gelukkig deze wedstrijd. Zo dan kwam ik Harkema er goed uit. Dus inzet wordt keert en Martin Speelman kan nog correct oprijden. ONS weer de betere ploeg, maar Harkema die weer de efficiënte ploeg. Hier op een ei winnen ze de bal weer om. Alexander Kuik. Terug op Jan Harm Skippers. En dan kan Marcel Priem weer omkoppen, maar die let net op. Dan is het Jan Harm Skippers, die zei dankjewel. 2-0. Henk Veenstra kop terug. En zijn kans maakt je Jan Harm Skippers net ja. Het publiek rekent ons zo enthousiast dat ze trots de reclameborden heen knallen. De rijdt zijn peer bij hem bekneld, maar die komen mij de schrik vrij. Trainer Loet Boot, hier Jochs, wat maakt hij nog dwaan die twaalf helden? In elk geval de mouwen opstroepen. En ONS pakt het voort weer op die tweede helft. Robert Hedder blokt hier het schot. Voorzet van Erik Overzet. En de kopbal van Jos Petersen weer op een lotte. Hij weer heel ongelukkig. En ONS gaat erop. Kopbal Johan Zuid. En die wordt van de lijn hellen. En als het dan zin zit, dan zit het echt goed zin. Vrij trap. Keeper Jan Wiebe Dijkstra krijgt hem van de holle, maar houdt hem wel weer uit de goal. Hij weer onverslaanbaar. Tot dit moment, want het is Martin Speelman met een keiharde kopbal. Hij brengt ONS weer om in de wedstrijd. En dan is er nog een jelloer te spelen, dus alles is nog mogelijk. Maar is het genoeg aan jelloeren? Van de ploeg uit Snits die het hele seizoen een kopstien in had. Ze beziek je het in elk geval. Jan Flap. En de redding is weer van Jan Wiebe Dijkstra. Hij houdt zijn ploeg in de race. Maar ze noemen dan toch Harkema in aanval. En dan wint ze voortgevallen. En dan is het hier Hens van René Flap. En het drama is compleet voor de Snitsers. Het wordt een panel. Ongelukkige actie voor René Flap. En de panel is dan voor Alexander Kuik. En mij nog een kwartier te spelen, steert Harkema's boys op 3-1. Klaas ten Hoeven, hij kiest de oren hoeken. En het kampioenskip is nog wel heel dichtbij.
De laatste minuut is dan te kwart voor ONS. Het wordt nogal traaie twaalf door Patrick Veldman. Maar de Harakieten winnen de spannendste competitie in jaren. Het hoort bij de competitie. Het hoort bij ONS, het hoort bij Haakmaarse Boys, het hoort bij de hele eerste klas. Het is een grandioze, spannende, gekke, dwaze competitie. En dat is het mooie ervan. Heerlijk. En dan breek je in de laatste twee wedstrijden met 5 punten voor, breek je bij de handen af. Ja, dat is sport en dat is logisch, dat moet je ook accepteren. Maar het is heel zuur.